Een van de minder bekende features van de IC92. Ik dacht dat de 2820 dat ook kon. Dat is de spraakopname en de gesproken beantwoorder die in het apparaat zit. Andere apparaten hebben dat niet. Die kunnen wel beantwoorden, maar dat doen ze met een user message. Maar de IC92 die kan dat dus wel. Als je één keer gezonden hebt, dan schakelt hij automatisch uit. Omdat hij er dan vanuit gaat dat je er weer bent. Ik heb nu ingesteld op beantwoorden. Op de test hebben we natuurlijk een tweede D-Star apparaat nodig. Die heb ik even voorbereid. Wat je moet doen om een antwoord te krijgen, dat is de roepnaam van het station die je wilt bereiken. Die moet in de UR staan. Dus ik heb bij mij in de UR nu panel ETA staan. En als ik de microfoon indruk, dan zou ik daarmee dus een antwoord terug moeten krijgen. Dit is de automatische beantwoorder die mijn powerbank dus niet heeft. Panel ETA is even niet aanwezig, maar kan u zo dadelijk van een antwoord voorzien. Nou, hoe doe je dat nou? Ga naar het menu DV Voice. Dan ga je hierheen en daar heb je Reply Voice. Als je die dan indrukt, dan kun je met de PTT-knop een boodschap inspreken. En je ziet dat er een balkje meeloopt hoeveel tijd je nog hebt. Nou, als je daarmee klaar bent, dan ga je naar de DVZ-mode. Dan heb je daarbovenaan staat Auto Reply. Die zet je aan op Voice. Je kan hem ook gewoon aanzetten, dan krijg je een user message terug. Maar Voice is leuker natuurlijk. Op deze manier. En dan doet hij het.